Theo de Jong, is er iets mooiers dan het spelen van een WK-eindronde? Nee, dat is natuurlijk de droom van elke voetballer of die in de top speelt om ook een WK mee te maken. Dat is het helemaal. In de aanloop naar de grote WK van 74, hè, want dat is het toernooi waar we over hebben. Jij hoorde bij de zeer succesvolle Feyenoordgroep, Europees kampioen in de aanloop, landskampioen ook. Nederland zelf toch was een beetje Ajax met Michels en Cruijff en Neesjes die allemaal naar Barcelona waren gewoon, maar toch nog die koor. Hoe spannend is het dan om te horen of je erbij hoort? Of wist je dat vrij snel van tevoren wel? Nee, ik was natuurlijk redelijk verrast, maar ik had op het laatst wel in de gaten dat ik gekozen ging worden. En dat vond ik al heel wat. En daarnaast ben ik natuurlijk een aantal keren ingevallen, mocht ik invallen. Maar voor de aanvang van de WK moest ik bij Rinus Michels komen. Of alle spelers moesten bij Rinus Michels komen in zijn kamertje. En die vertelde een verhaaltje en hoe ik tegenover stond. En dat hij voor mij in eerste instantie geen basisplaats in voor ogen had. En of ik daar akkoord mee kon gaan. Ja, zei je. En uiteraard zei ik ja. Ja. Maar je bent één van het geheel en je hebt het met z'n dertigen gedaan, die hele groep met de doktoren en al de verzorgers, allemaal erbij. Daar doe je het mee. Wat ik wil zeggen, van een aantal spelers hebben tijdens het EK geen minuut gespeeld. U wel, en niet alleen dat, maar ook nog gescoord. En buiten dat ook nog eens een keer een hele mooie. Is dat dan een heel speciaal moment? Ja, ik kan me nog herinneren dat ik vlak voor daarvoor eigenlijk een prachtige kans miste. Ergens uit de corner of een vrije trap en ik leunde achterover en die bal die zeilde over de lat heen. En toen kwam het moment dat ik zeg maar de bal op rechts ontving. Opende helemaal naar de linkerkant Johan Cruijff. Ik stak door de lengtas en Johan die paaste de bal precies in de loop. Ik moest wel een klein duikje maken en het was niet in een zwembad, maar het was op het veld. Dat kwam later pas. Maar het was een mooie goal. Wie scoort er op de WK? Wie kan dat zeggen? Terugkijkend daarop, hoe lang duurt het, of misschien nog steeds, om met dat toernooi geconfronteerd te worden? Veel meer dan met de rest van je loopbaan? Ja, het komt. Bij mij komt het regelmatig terug. Je ziet altijd wel artikeltjes over 74 enzovoort. Over Cruijff of over Jansen van Hanegem of Israël. En dan ga je toch altijd even in je gedachten terug van... Ja, wat hebben we allemaal gedaan en hoe hebben we het allemaal gedaan? En hoe hebben we het voor elkaar gekregen om zo goed te spelen? Voor heel Nederland was 7 juli 1974 een nationaal trauma. Ja. Hoe erg moet dat zijn als je ook nog eens een keer tot de spelersgroep hoort? Ja, het was voor ons natuurlijk was het ook het... want we focusten ons echt op die eerste plaats. Dat was het ultimate doel van ons. En dat we het dan zo nog uit handen gegeven hebben... Om daar te verliezen, om te kunnen verliezen van Duitsland, dat was terrible. Ik geloof niet dat ik die vraag ooit gehoord heb en ook het antwoord niet. Hoe was de sfeer na afloop in de kleedkamer? Praat er dan überhaupt ooit iemand? Nou, het was wat ik me nog een beetje herinner, was het stil en rustig en een beetje... Ja, uiteraard zwaar teleurgesteld en iedereen een beetje terug in zijn gedachten. Van hoe hebben we dit uit handen kunnen geven? Als nou die eerste goal met 16 passes, geen Duitser aan de bal, penalty 1-0. Als hij nou gewoon in de 12e minuut was gevallen, was die wedstrijd dan anders gegaan? Ja. Mag je mij vertellen? Nee, maar
dan had het uiteraard weer anders gelopen. Dat is een ding wat zeker is. Maar ik denk dat wij misschien wel de fout gemaakt hebben om niet meteen na de 2-0 te spelen. Ik denk dat een van onze grootste fouten is geweest. Dat we gingen op balbezit spelen, we gingen terugspelen. We probeerden de Duitsers te lokken. En we probeerden niet agressief en voor die tweede goal te gaan. Met deze wetenschap, hè, verliezend WK-finalist, heb je als toeschouwer er nog twee meegemaakt. 78 en 4 jaar geleden. Hoe is dat dan om daarnaar te kijken? Hoe identificeer je dan met bijvoorbeeld Robert, die ook zo'n kans mist? Ja, dat is dat gevoel wat hij dan heeft als hij die kans mist. Want hij weet ook dat het de gouden medaille is. Ja, dat is verschrikkelijk voor een speler. En daar hoef je niks meer in principe over te zeggen. Of tegen Robben te zeggen van iets van jammer jongen. Of was het een klote bal die had je. Hij weet dat hij die bal erin moest. Je krijgt een medaille, hè? Ook als je tweede werd. Hebben jullie gekregen. Waar is die nou thuis? Die ligt nog bij mij op het kantoortje. Ja. De munt enzovoort, dat is nog allemaal. Die heb ik niet echt ergens achteraf. Nee, die kan ik nog vinden. Komende WK, hoe kijkt u daar tegenop? Wat verwacht je van Nederland? Ja, ik geloof dat. Naar mijn gevoel. Is iedereen toch een beetje pessimistisch. Anders dan eigenlijk alle andere toernooien, want altijd, ja. Altijd op de computer. Ja. Maar ik hoop en, dat Van Persie, Robben, dat die, al die jongens fit blijven. Dat Louis van Gaal het goede elftal neer zal zetten, daar ben ik van overtuigd. En dat hij probeert al het mogelijke uit die spelers te halen, uit die groep te halen, als team, als individu. Ja, en dan moeten we hopen dat het ook eens een beetje mee zit enzovoort. Dus dan, ik hoop dat we toch bij de laatste 8 zullen komen.